Paard draait de baan op. De start is gevallen. Valt van de 1. Dat is Ali de Best. Die begint met een galoppade. En die is ook niet te zetten op dit moment. En Cashflow heeft de leiding genomen. Cashflow daarnaast in de andere gouden helm. Dame Kwik, Ronja Walter. En zo gaan de paarden de bocht in. Daarachter volgen dan de roze kleuren. En we gaan eens even kijken van wie die zijn. We gaan de rechte lijn overzijde in. Leiding in handen van Cashflow. Daarachter ligt Dame Kwik. Daarachter is al de favoriet op plaats 3. Volkan de Belande. En de rest van het veld daar dan achter. En ga nou maar eens proberen in te lopen. Dat zal niet meevallen. De 1 zijn we in ieder geval kwijt. Ali de Best. En het veldje wordt wat kleiner als de paarden de rechte lijn overzijde doorgaan. Waarbij de kopgroep wat in elkaar schuift. Cashflow leidt. Cashflow, Dame Kwik, Volkan de Belande. Daarachter volgt Ultra Tivoli. En dan Abercrombie. En dan Dicti Vedake. Paarden onder de bocht. En de verschillen worden wat groter. Wordt gas gegeven door Sietske de Vries met Cashflow. En die pakt nu een lengte of 3 voorsprong op Dame Kwik. Volkan de Belande gaat al half achter Dame Kwik vandaan. En zou dan straks de achtervolging in kunnen zetten. Leo Okas kijkt een keer over de schouder. Ziet dat Ultra Tivoli dichterbij komt. Ook Abercrombie is aardig in de buurt. En zo gaan de paarden de laatste ronde in. Cashflow leidt met 2 lengte voorsprong voor Dame Kwik. En Volkan de Belande dan Ultra Tivoli. Abercrombie aan de buitenkant komt nu ook naar voren. Cashflow, anderhalve lengte nog. Voorlaatste bocht inmiddels. En inmiddels naar het tweede spoor gegaan, Volkan de Belande. En die gaat nu de aanval openen. Volkan de Belande is naar het tweede spoor gebracht. Ultra Tivoli gaat mee. Aan de relingszijde ligt ook nog Biasino Gerasino. Die hadden we nog niet genoemd, maar die begint nu ook terug te zakken. Dus dat hoeft misschien straks ook niet meer. En zo zijn de paarden op weg naar de laatste bocht. En een enorme versnelling nu van Volkan de Belande. En Cashflow vangt hem op. Cashflow aan de binnenkant, Volkan de Belande aan de buitenzijde. Dat is een mooi duel. En zo gaan ze de laatste bocht in, precies naast elkaar. En daar komt de voorsprong weer voor Cashflow. Cashflow heeft de eerste aanval afgeslagen. Volkan de Belande moet even passen. En daarachter Dame Kwik nog altijd op de derde plaats. De vierde plek is nu voor Abercrombie. Paarden gaan de laatste bocht door, komen de laatste rechte lijn in. En het is nog altijd Cashflow die leidt. Cashflow. En dan moet Volkan de Belande het nog een keer gaan proberen. Cashflow aan de binnenkant. Volkan de Belande aan de buitenzijde. Cashflow aan de binnenkant blijft terugvechten. Volkan de Belande hangt een beetje, maar komt er wel schuin naast. Komt er helemaal naast en is er nu overheen. Volkan de Belande neemt de leiding over. Het kostte wat moeite, maar hij wint het wel. Volkan de Belande de winnaar. Tweede plek is voor Cashflow. Derde is Dame Kwik. En vierde Abercrombie.